Burgemeester, we zijn een dag verder. Hoe gaat het nu? Ja, we zijn inderdaad 2 dagen verder. Het is nu zaterdag. We zijn druk bezig met de nazorg. Hè. Je bent nu op het gemeentehuis. We zijn ook hier nog aan het werk. En proberen zo goed mogelijk alle vragen te begeleiden die er zijn. Dus bijvoorbeeld een vraag vanuit de burgers van, komt er een stille tocht? Wat kunt u daarop antwoorden? Ja, ik weet dat er veel burgers zijn die behoefte kenbaar hebben gemaakt. We hebben dat inmiddels ook aan de familie van het slachtoffer kenbaar gemaakt. En we hebben echt aan hen gevraagd of zij daar hun instemming, hun toestemming voor kunnen geven. Dat vinden wij gewoon heel belangrijk. Dat als er een stille tocht komt, dat die ook door de familie gedragen wordt. En ik wacht op dit moment nog op antwoord. De gemeente heeft ook een advies gegeven aan verenigingen en organisaties om festiviteiten of activiteiten in de komende dagen af te lassen. Waarom? Het advies was tweeledig. Hè. Eerst was van, er waren een aantal verenigingen die zelf al het evenement hadden afgelast. Daar werden we mee geconfronteerd in die zin. Toen hebben we gezegd van, we geven de verenigingen die dat nog niet besloten hebben een tweeledig advies. Van, kijk eens of je het wil aflasten en zijn er redenen waarom dat niet kan of waarom dat niet mogelijk is. Kijk dan of je het in gepaste omstandigheden wel kunt plaats laten vinden. Uiteindelijk is de keuze aan de verenigingen zelf gelaten. En het is natuurlijk een lastige afweging. Hè, want ik weet dat een Sint Maartensfeest ook een feest is voor kinderen, waar ze ook weer een beetje vreugde aan kunnen beleven. Maar als dat zo dicht is op een incident wat we net hebben gehad, dan voelt dat voor heel veel mensen ook verkeerd. Daar zullen we met elkaar een weg in moeten vinden. Daar hebben we ook geen ervaring in, godzijdank zou ik bijna zeggen. Maar dit moeten we nu allemaal een plek weten te geven. En de verenigingen hebben er dus nu zelf voor gekozen om dat feest vooralsnog niet door te laten gaan. Want ja, Sint Maarten, ja, het wordt ook geroepen van waarom wordt dat afgelast? Het is een feest van de kinderen. Kinderen hebben daar moeite gedaan voor op school om een lampion te maken. Ja. Ja, wordt dat dan op een ander moment gevierd of is het echt gewoon iets voor volgend jaar? Ja, Sint Maarten is natuurlijk een heilige die op 11 november zeg maar, zijn naamsfeest heeft. En ik weet niet of het verstandig is om dat feest als zodanig op een ander tijdstip te doen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon iets wat niet vanuit de gemeente moet komen. Want de verenigingen zullen kunnen aangeven. Hè. Als ze zeggen we willen op een later moment iets doen, dan is dat natuurlijk uiteraard aan hen om dat te organiseren. Die lampionnen kunnen natuurlijk op veel andere manieren nog een plekje krijgen voor kinderen. Ik denk dat dat echt geen probleem hoeft te zijn. Zoals bijvoorbeeld in de stille tocht mocht die komen? Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn als die er komt, ja. Ja, u bent burgemeester van de gemeente Bezel. U zegt al, we hebben hier niet echt ervaring mee. Hoe gaat het met u na deze ervaring? Nou ja, ik denk dat ik net zo als alle burgers die hierbij betrokken zijn, in meer of mindere mate, dat dit ons allemaal raakt. En ook mij persoonlijk. Dat geldt voor iedereen die ook hier werkt, die politiek bestuurlijk actief is en iedereen die hier woont en leeft. En dat is iets wat we met z'n allen een plek moeten zien te geven, maar dat heeft echt tijd nodig. Want heel veel burgers geven ook aan op Facebook bijvoorbeeld naar de buurman toe, die de vrouw het huis heeft meegenomen, dat die gered is, heeft ook een bloemetje gegeven. Hoe ging dat? Ja, dat heb ik al enkele keren aangegeven, natuurlijk een zeer uitzonderlijke daad van, hij noemt het burgerplicht, ik noem het burgermoed. En daar moet je natuurlijk namens de gemeenschap ook zeer erkentelijk voor zijn. En dat hebben we met een bezoek gedaan. Staat ik in het niet met wat hij gedaan heeft. Maar ik denk dat dat een kleine blijk van waardering is die zeer op zijn plaats is. En dat heeft hij ook gewaardeerd. Maar blijven we bij een bloemetje of krijgt hij nog meer? Want er wordt gesproken over een lintje, maar ja, dat gaat natuurlijk weer voor jullie. Dat hoor ik en dat laat ik zeker door mijn kop gaan. Ja, na dit incident heeft het natuurlijk een hele impact op onze gemeente. U geeft zelf al aan dat het zwaar is. Is het ook een domper voor de gemeente, voor de samenleving? Of komen er wel weer, na loop van tijd, wel weer bovenop? Het is een zwarte dag, een zwarte week. En dat moeten we ook niet wegpoetsen. Hè. We hebben ook veel leed. De familie heeft veel leed. De gemeenschap heeft veel leed. We zullen daar met elkaar door gemeenschapszin ook weer bovenop komen. En ik voel ook wel dat men elkaar helpt, men elkaar steunt. En dat is het mooie aan onze samenleving hier, dat gevoel er is, die steun. En dat zal ons helpen om dit een plek te geven. Of je daar overheen kunt komen, vind ik een lastige vraag, want dit zul je altijd meedragen. En ik denk dat we met elkaar zover moeten kunnen komen dat we het een plek weten te geven. En dat we er ook op terugkijken met iets wat we echt beleefd hebben, wat ons heel veel pijn heeft gedaan, maar we samen met de familie een plek hebben weten te geven. Oké, dank u wel.